volg alleen fit girls. Fit girls, oh oké. Okay. Geen fit boys. Nee. En sportje? Nee. Nee? Golf? Ik vind je wel een golftype. Wat is je nummer? Ja, adios. Nederlandse onderzoekers luiden de noodklok. Onrealistische foto's op Instagram van fitboys en fitgirls manipuleren de jeugd. Ze krijgen eetstoornissen en gaan aan de supplementen. Ja, we hebben een onderzoek gedaan onder 500 jongeren. Dat zijn meisjes en jongens van ongeveer 14 jaar. En we hebben hun gevraagd naar hun social media gebruik. Hoe vaak zij Fitspiration kijken. En Fitspiration? Fitspiration zijn dus beelden van sportende mensen met een meestal heel aantrekkelijk lichaam. En dan gaan zij zo overmatig sporten en hun eetgedrag aanpassen dat het ongezond wordt. Ja, ik vind het een beetje een omgekeerde wereld tegenwoordig. We mogen blijkbaar niet meer sporten. Of in elk geval niet meer zo hard ons best doen. Ik ben het helemaal mee eens dat heel veel, vooral ook bij de meiden, dat daar een probleem ligt. Een reet volgooien met vet en zo, dat soort dingen. Dat is wat er allemaal gaande is bij die meiden. En daar is het probleem denk ik nog veel erger dan bij de mannen. Laat jij je nou manipuleren door fitboys en fitgirls op de gram? Nou, het is tegenwoordig wel lastig om je daardoor niet te laten beïnvloeden. Ik ging er ook steeds meer volgen. Maar ik heb mezelf wel voorgenomen dat ik dat minder moet doen. Ze leren je ook dingen. En daardoor ben ik ook mee begonnen. Want ik leer ze van met YouTube en zo. Je creëert een wereld die super moeilijk is om na te streven. En, heb je dat wel geprobeerd? Om dat dan dat ook te bereiken? Nou ja, niet bewust. Maar weet je, je ziet veel. En je hebt een goal en je wilt iets. Dus wat ik zeg, het is heel lastig om dat dan los te koppelen van elkaar. Ja. Realistisch te houden. En jij? Nee, ik volg alleen fit girls. Fit girls, oh oké. Okay. Geen fit boys. Nee. En sportje? Nee. Nee? Golf? Ik vind je wel een golftype. Wat is je nummer? Ja, adios. We zien bijvoorbeeld in dat onderzoek dat 11% van de 14-jarigen al supplementen gebruikt. Is het ook niet een beetje een generatieconflictje misschien? Dat zou zeker zo kunnen zijn, maar wat je natuurlijk wel ziet, want al mijn vrienden zitten ook aan de supplementen. Ja, mijn vrienden niet. Dus, dat bedoel ik. Ja, dat kan. Zit je aan de supplementen? Alleen creatine en eiwitshakes. Ja, creatine. Voor de rest niks. Hoe oud ben je? 16. Absoluut onzin, want we hebben natuurlijk gewoon topsport waar iedereen naar kijkt, bijvoorbeeld. Als wij kijken naar Ronaldo, dan gaan we toch ook niet tegen alle jongeren zeggen van stop maar met voetbal, want dat halen jullie nooit. Jij zegt dit is eigenlijk een soort nieuwe sport en ze snappen het nog niet helemaal. Ja, ik denk dat inderdaad vooral oudere mensen misschien hier naar moeten kijken. Van, hey, dit is eigenlijk gewoon een sport. En je laat je inspireren door mensen die er goed in zijn. Net zoals dat je dat in alle sporten hebt. Nou, Joël, bedankt voor je tijd. Fijne dag verder, jongen.